Welkom bij de Business Club Leiden. We bestaan 30 jaar, we hebben een heel leuk feestje georganiseerd. Gaat u mee? Namens uw evenementencommissie, van harte welkom op dit 30 jaar bestaan van de Business Club Leiden. Op een unieke plek, mag ik wel zeggen. We hebben er heel vaak over gehad als evenementencommissie van ja, we willen zo graag op die burg, maar elke keer zagen we alle problemen die er waren. Zagen we vervolgens opreizen en kozen maar elke keer voor een andere locatie. Maar nu hebben we uiteindelijk toch de koe bij de horens gevat en gezegd van we gaan het gewoon doen. Zoals jullie weten hebben we binnen de Business Club een aantal horecaondernemers zitten. En die hebben de hand in één geslagen om vanavond jullie diner te bereiden. Dankjewel. Klopt. Leidse wordt het niet. De businessclub bestaat 30 jaar. De BCL is na 30 jaar dus in het bezit van de mooiste en de meest gewilde sleutel van de stad, ofwel de sleutel van de burger. Dat stond ook in het draaiboek. Wij sponsoren dus wat en dat doen we eigenlijk in alle stilte. Een stuk of 20, 25 doelen per jaar. En het kan variëren van 1000 euro tot veel grotere bedragen. Maar wel proberen wij daar leidend in te zijn in wat wij sponsoren. Eens in de 5 jaar komen we er wel mee naar buiten. Dat doen we dus vanavond tijdens een lustrum. Ben Kul, dames en heren, is de man achter de fietsmakers. En Rob van Marwijk moet er even bij komen. Want Rob, we hebben een bestuur van 6, 7 personen. Iedereen heeft zijn eigen portefeuille. En Rob zorgt voor de sponsoring verzameld. De sponsoring en meldt ze op. Ben Krul is met fietsmaatjes begonnen, oftewel biofietsen, elektrische duurfietsen, die zijn hartstikke duur. En die worden, daar fietsen mensen op die allemaal vrijwilliger zijn, alle types. Ik ben zelf een oud huisarts, dus die mag zelf even jobben. Fietsmaatjes leidt door, dus bedoeld om mensen die niet meer kunnen fietsen, maar dan heel graag zouden willen, die het vroeger ooit gedaan hebben. Iedereen houdt van fietsen eigenlijk wel in Nederland. Maar dat kan niet meer. De beste methode om dat te doen is gewoon op een duofiets naast elkaar. Wat de lol is, ze zijn elektrisch ondersteund. Ze hebben een hele goede parkeerplaats bij Chris bij de Haagweg. Toevallig geen precies. Ondertussen kun je ongelooflijk lekker kletsen met elkaar. En het leuke, zowel de vrijwilliger, daar zoeken we ook nog een stel van. We hebben vandaag de team geworden van bij de Leiden Leven beneden bij de Hogerse Kerk. En de gasten, die worden er allebei beter van. Het is gezellig, het is leuk voor iedereen. En als je heel oud wordt, dan verhuis je op een gegeven moment vanzelf van de vrijwilligersplaats links aan de gastenplaats rechts. Dus je kunt heel lang kun je vrijwilliger mee blijven doen met fietsmaatjes. Maar we hebben materiaal nodig aan toe, Chris, dat weet je. Nou, de Bisschop heeft gemeend om jullie te doneren het volgende bedrag. En mag Rob uitleggen. Alsjeblieft. En de foto. Ja. En dan heb ik er nog een. En dat is ook niet de minste. En het gaat. Het is een beetje vergelijkbaar, Henk. Vertel zelf even wat jullie. Wij zijn een van de weinige verpleeghuizen bij die in de rolstoel rondvaart, boot exploiteren. Die boot hebben we nu 11 jaar. En per seizoen varen we gemiddeld met 1500 mensen. Dus al 15.000 mensen hebben een ritje met onze boot gemaakt. En je moet je echt voorstellen, als je in een verpleeghuis zit en rolstoelafhankelijk bent, dan is een uitje echt een dingetje. En onze boot is voorzien van een rolstoeltoilet, een speciale lift. En omdat de dames en heren goed op temperatuur blijven, zit er een hele mooie klimaatregeling in. Alleen we hadden een klein probleem na de vele varen, 10 jaar, was de motor kaduw. En wij zijn super blij met jullie lift. Ja. Ja. Ik weet nog niet wat we geven, of wel? Hey, je hebt het al gezien! Ja jongens, geef hem maar op. Het is heel mooi dat u vlot heeft gedaan. En het schijnt vergelijkbaar omdat het ook met ouderen is. En ook wordt gedaan door vrijwilligers. Zeer sympathiek. Nou, met de oprichter, de founding father, oftewel de Big Zipper, Henny Zwits. Hoe doe je dat nou? Terwijl hij al gouden speld heeft van de gemeente Leiden. En hij is al beroemd als eerste ambassadeur van de Business Club. En daar zijn we dus heel erg verguld mee. Maar hoe ga je daar nou mee om? Wat kun je zo'n man daar nog toevoegen? Ik zou graag eventjes Wouter Idema hier willen hebben. Wouter is de stadsdichter van Leiden.
En Wouter heeft een gedicht gemaakt, een tijdloos gedicht voor Henny. Wouter. Dankjewel. Ja, u kent wellicht Lucas van Leiden, de beroemde schilder, het beroemde drieluik dat nu even op reis is, omdat de laken al gesloten is. Maar we hebben ook Henny van Leiden. Henny van Leiden. Het begon in de Jan Vossensteeg, een leven geleden. Henny's rits, één broek voor twee billen. Eén naam voor heel Leiden. Een kind in de kooi, een man van spijkerstot. Vraag naar hem bij Papillon, waar de koffie is bruin en de waard vertrouwt zijn gasten. Vraag zijn naam, Henny van Leiden. Henny Ritselaar. De man die alles verkoopt wat hem lief is. De man voor wie alles te koop is, behalve de harten van vrouwen. Die wint hij met woorden, met wie hij is. De man voor wie het schuim van de handel nog altijd meer waard is dan het goud van de arbeid. Maar zit hij op zijn geld als een vrek, zoals de zon in de winter op zijn licht? Nee. Hij is gul als de zomer. Als een man die liever samen drinkt dan alleen. En heel Leiden drinkt met hem mee. Van Rodenburg tot de vergulde kruik. Heel Leiden is van Henny. En hij is Henny van Leiden. Dankjewel. En dit is ook een draaien. Henny, en ik zei al, het is een tijdloos gedicht. Dus het blijft niet voordragen alleen van Wouter Iedema. Hij krijgt hem van ons als herinnering. En we hopen nog heel lang plezier van je te mogen hebben. Dankjewel, ik ben er zelf een beetje in confuus van. Normaliter niet, maar als je natuurlijk zoveel eer naar je toebedeeld wordt, dan misschien ik er wel weer van. Maar ik ben er wel heel trots op als jullie hier allemaal zijn staan. Ja, ik heb het wel eens meer gezegd. Geweldig jongens. Jullie ook allemaal bedankt. Dat jullie toenertijd, ook in de beginfase, in mij geloofden. En we hebben hier een geweldige voorzitter, we hebben een geweldig bestuur. Maar we hebben ook allemaal geweldige leden. Dus, er zit er geen één bij, maar een smetje op zit. En dat is toch fantastisch. Henny, zoals we zeiden, we willen nog heel lang plezier van je hebben. En we zijn je dankbaar dat je dit clubje bij elkaar hebt gekregen. En dat nog steeds zo. Jullie ook, allemaal. Dankjewel. And one more.